ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 8 februari en dit is mijn tweede weekvlog in het nieuwe huis. Het is vandaag dus lekker maandag. Ik zou vandaag mijn eerste stage dag hebben. Alleen het sneeuwt echt mega hard en het was gewoon niet zo verantwoord om naar stage toe te gaan. Dus dat heb ik dan ook zeker niet gedaan. Als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Ik heb vanochtend even de weekvlog geëdit. En ik ben weer helemaal bezig met video's maken. Ik heb me net klaargemaakt. Ik ga zo naar beneden. Want we gaan foto's maken. Ja, dat is eigenlijk. We gaan foto's maken en ik ga nu even lekker middag eten. Ja, een ei maken met rijstwafels. Ja. Noor is lekker ook ei aan het eten. Wat ga je eten, Lien? Het is wel een beetje too much, maar ja. Oké, we gaan zo even wandelen. Ik heb deze muts op en ik heb deze jas even van Noor aan. En we hebben allemaal lekker een mutsje op. En dan gaan we even de stad in. Stad in? Nou, ik weet niet of stad jij in gaat. Is nog geen Oké, Lien. Lien heeft nog geen debuut in de vlog. Nee, heb ik dan? Jij zeker moet het vanavond nog even controleren, want je had één ding. Ja, toen bukte je zo. Ik had ook geen uitpakken. Ja. Maar ik heb toch ook nog geen debuut in de vlog? Jawel, jij deed zo. Ik ben Noor. Echt? Zet dat erin? Ja? Dat wil ik wel even zien. Ja, dat mag ook. Ik heb het ook nog niet online gezet. Want vind ik niet zo. Moet wel even alles controleren. Oké, ik. Bijna. Nu al? Ja, ik gleed bijna uit door het ijs. Oké, nou, ik ben dus nu met Noor en Eline en we gaan. Wat gaan we allemaal doen? Een foto maken. En ik wil naar de ethos. Naar de ethos. Heb je een mondkapje? Oh, ik niet. Nee. Oh, ik heb die van gisteren nog. Oké. En anders kun je bij de Albert Heijn vragen. Ja, dat gaan we even. Oké. Wat nog meer? Naar de Albert Heijn. Dan hebben we een boodschappentas. Nee. Nee. Oh, wij zijn echt slechte studenten. Gaan we hier naar links? Ja. Dan gaan we langs de vraag. Ja. En we moeten wel echt een foto maken voor mij. Ja, ook oh, gefietst. Sfeerbeelden. Ik ga stuk. Zetten. Yes. Oké, haal jij het maar, Noor. Dan wacht ik hier buiten. Hebben ze poffertjes? Dat gaan we niet nemen. Ik ook een slee halen. Ja, ik heb een slee thuis. Zoals je naar veen rijdt. Zullen we even lopen naar huis? Dan kunnen we sleeën. Oké, ik vind deze jas wel lekker zitten. Ja, ja. Goed. Ik wil ook een nieuwe jas. Ik heb hem letterlijk nog geen keer aan gehad. Hoezo niet? Van waar is die dan? Van de Zara, maar ik heb hem echt met 50% korting. Jij zegt net H&M. Dat wil ik ook. Oké, ik ben weer terug. En we zijn nog even naar de Albert Heijn en naar de ethos geweest. Daar had ik nog even één dingetje gekocht. Ik ga nu weer in bed liggen. Ik heb een beetje hoofdpijn. En ik ga dus straks naar huis, want ik ga thuis eten. Dus dat eigenlijk. Ik ga nu even mijn vlog editen en video's kijken. Wat een afschuwelijk shirt heb ik aan. Maar het is inmiddels avond. En ik ben nu weer thuis. Gewoon bij mijn vader thuis. Ik heb morgenochtend namelijk stage. Om 8 uur moet ik er zijn. En het is gewoon zo mega glad. Dus ik wilde gewoon een klein stukje rijden. En vandaag ben ik dus niet naar stage geweest. Omdat het echt te gevaarlijk was. Ik hoop dat het morgen dus wel kan. Nou ja, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. En daarna ga ik morgenavond gaan we lekker drinken met z'n allen en spelletjes spelen. Dus ik zie jullie morgen weer. Oké, het is vandaag dinsdag 9 februari en het is de eerste dag dat ik weer naar stage ga. Want gisteren ging het natuurlijk niet door de sneeuw. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben gewoon zelfs een beetje zenuwachtig. Zo ben ik gewoon met dat soort dingen. Mijn vader gaat me brengen, want het heeft echt heel hard gesneeuwd nog. En ik durf gewoon daar niet in te rijden. Je ziet mij na stage weer. Ja, ik heb er heel veel zin in. Oké, het is inmiddels dinsdagavond. Klaar voor stage. Was heel erg leuk. Kinderen waren heel erg lief. En we hebben lekker sneeuwballen naar elkaar gegooid op het schoolplein. Ik heb me net nu helemaal klaargemaakt. En ik ga nu naar beneden. We gaan zo eten. En daarna gaan we lekker gezellig drinken. Mijn make-up is niet echt super goed gelukt. Maar ik heb echt iets om iets anders te doen. En ik weet ook niet zo goed wat ik van mijn outfit vind, maar ja. We gaan gewoon naar beneden en het beste ervan maken. Dat denk ik. Ik denk dat ik nu ga stoppen. Ja. Dat snap ik zo. Frans, zo weet je wel. Mama, dat is echt niet leuk. Ja, maar we gaan andijvenstamp eten, dus hier worden de spekjes en de
aardappel. Oh, en Norm maakt alles hier kapot. Ze gooit alles weer achter. Laat haar beest zien. Wat is zij aan het doen? En de andijvie. Dus wij gaan even koken. Wat? Oh ja. Even kijken wat mama Noor heeft gekookt. Nou, lekker hoor. Wat gebeurt er? Oké, ik laat het wel zien, ja? Oké, meestal vriezen we het in hoor, dus meestal blijf ik wel goed voor. Dit is niet duurzaam. Nou, waar ben je niet op? Oh, die weet. Lekker choppen. Chop, chop. Hoe gaat die ook alweer? De morning after. Na dorst. Ja, maar echt. En wij moeten werken. Het is vandaag woensdag. En we zijn heel erg brak. Ik ga niet omhoog filmen hoor. Oh. En we hebben lekker croissantjes. Kan ik dit al aanraken? Ja. Oké. Au. Het is vandaag woensdag. Volgens mij had ik vanochtend al iets gefilmd. Maar ik heb me omgekleed. Oh, met deze schoenen ben ik van de trap gevallen. En ik ga nu kennis maken op mijn nieuwe stage. Oké. Nou, succes. Waarom schrik je hiervan? Ja, ik ga. Twee kinderen. Was lachen. Oké, ik ga dus nu naar mijn stage. Mijn tas inpakken. En ik ga dus nu in Leiden stage lopen. Dus dat. Oké, ik heb net kennis gemaakt op stage. Was echt heel erg leuk. Dus, en Voske loopt daar dus ook stage. En daar gaan we 1 maart beginnen. Na de voorjaarsvakantie is dat. En ik ben dus nu met Eva. Ik krijg niet als doen. Nou ja. En we hebben Mackie gehaald. Say something new. Yeah. Het is het enige wat je kan doen deze tijden. Ja, maar wij halen het altijd. Ja, dat. Ik zei ook, ik ga met Eva naar de mukbang. Oh, ga je mukbang opnemen? we nemen niet altijd de mukbang op. Oké, wacht. Moeten we even een dag afspreken dat we gewoon de hele dag kunnen? We zijn heel warm. Een cheeseburger. Een happy meal alsjeblieft. 1 happy meal alsjeblieft. Nee, maar stage. Oh, ik heb er zoveel zin in. Niet te doen. Oh ja, dit was het. Ja, we hebben wel ons ingehouden. Nou ja, we hebben gewoon allebei een burgertje en toch? Dus dat is toch gewoon prima. Ik ging vrijdag met mijn oppaskinderen naar de Mac. Daarna was ik echt doodziek geworden. Echt? Ja, maar ik weet dus niet of het door de Mac komt. Denk je dat dat kan? Nee. En ik had je toch dat verhaal verteld van die sneeuwbal tegen mijn hoofd. Ja, dus we hadden gewoon meer omstandigheden bij elkaar. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren niet zoveel gefilmd. Ook niet heel veel gedaan. In ieder geval, ik heb me nu lekker klaargemaakt. Ik heb vanochtend al online les gehad. Vanmiddag ook weer. En mijn camera goed zetten. Ik ga zo meteen even met Noor boodschapjes doen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ik moet namelijk vanavond koken. We koken allemaal ongeveer 1 à 2 keer in de week. En dan komt het precies zo uit. En vandaag is dus mijn beurt. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Dus we eten eigenlijk heel erg gezond. Dus dat is wel gewoon echt prima. Moet vanmiddag ook even bijles geven. En voor de rest, wat moet ik nog meer doen? Mijn vlog even editen. Want ik ben echt weer goed bezig met vloggen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat het eindelijk weer even een beetje goed gaat. Eigenlijk wil ik even mijn kettingen uit elkaar halen. En dan loop ik even naar beneden. Even kijken wat Noor aan het doen is. Ja, bij jou is het echt leeg nu. Dit kan je ook op je handen doen misschien. Maar iemand moet het gewoon pakken als je... Oh, we kunnen een broodje carpaccio maken. Vind je dat lekker? Maar ik heb er geen zin in. Oh. Oké, wacht. Alleen terug voor mayo en dat in mijn huis. En 2 eieren. Oké, wacht. Ik ga even dit bord uitleggen. Ik dacht, het is wel leuk voor in de vlog. Ja, moet ik het voor je pakken? Want ik had het naar beneden gegooid. Dus kijk wat er op de muur is. Ja, dit heb ik niet gedaan, maar het is heel gebeurd. Oké. We hebben dus een bord. Ik ga het even goed laten zien. Het eetrooster, dit doen we elke week. Dus we hebben de dagen van de week. En daarachter de eerste letter van de naam wie er mee eet. Oké, en als er een streepje onder je naam staat, moet je koken, toch? Ja. Dus voor vanavond kook ik dan.
En als je een plusje hebt, dan eet er iemand mee. En hier gaan we bestellen. Voor de eerste keer dat we gaan bestellen gewoon, hè. Bizar. Aan de andere kant van het bord hebben we het schoonmaakrooster. En dit doen we dan in het weekend. En dan hebben we de keuken, hebben we één ding. De wc's, want we hebben op de badkamer hier een gangen wc. De trappen, dus de trappen stofzuigen omdat we tapijt hebben, maar ook beneden. En de hele woonkamer. En dit doe je dan in het weekend. En dit was het bord. Dat maakt niet uit. Dit gaan ze toch recyclen? Nee, dat kan er gewoon erin. Die etiketten zijn ook plastic. Oké. Nee. Oh! Oh! Ja, maar die andere. Okay. Die moet daar. Maar dit moet eigenlijk ook gewassen worden. En dit blokken mag echt niet meer. Oké, Noor en ik zijn naar de supermarkt geweest. Eten vanavond. Hamburgerbollen. Broodjes. Ja, oh, gaan we ook frietjes eten? Ja, voor erbij. Kijk, dit zijn jullie vegetarische broodjes en deze zijn van mij. Mag ik eens kijken? Noor, ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit geproefd. Hé, jongens. Gadverdamme. Ja. Kijk, hè. Hoe zo? Huh? Jij zei net dat je het zelf ook wil. Wie mag op het balkon? Noor, kan jij maar de zeep aangooien? Is voor mezelf? Wie, jij bent ook van. Wat is dit dan? Ja, van die zeep dat je met een wenkbrauw zou mogen. Oh, dat wil ik ook proberen. Zullen we het zo meteen proberen? Ik heb mijn make-up gedaan, maar ik wil ook met jou wenkbrauwen. Ja, doe maar. Mijn online les begint wel zo. Zo. Lekker. Goed, goed. Nou, weer healthy life. Hamburgertjes, friet, morgen pannenkoeken. Ja. We groeien lekker dicht. Helemaal niet. Het is hartstikke gezond. Blijven groeien, jongens. Hier, MC2 hamburger. Ik ben lekker poffertjes aan het maken. Jongens, doen jullie bij je poffertjes stroop of poedersuiker? En is het raar dat ik er stroop bij eet? Dat doet het gewoon niet. Nee, is niet raar dus, maar... Oké. Ik zit nu in de auto en ik heb net bijles gegeven. Ik moest van 4:15 tot 4:45 bijles geven. Gewoon weer waar ik ook toen dat thuisonderwijs heb gegeven. Volgens mij was het laatste wat ik had gefilmd is dat ik poffertjes ging eten. Maar ik rijd nu weer dus naar huis. En ik deed dat dus gewoon bij mijn ouders thuis. En ik ga dus zo meteen, is het mijn dag om te koken. Maar we gaan gewoon hamburgerbroodjes eten met frietjes. Het is de eerste keer dat ik ongezond hier ga eten. Helemaal trots. En ik heb nog een pakketje van de H&M. Had ik daar wat besteld. Zit hier. Ga ik zo eventjes openmaken. Maar ik ga dus nu naar huis rijden. Even muziek luisteren. En dan moet ik vanavond nog een verslag maken voor school. Maar voor de rest eigenlijk niet zo heel veel te doen. Nou, ik ben thuis. Word gelijk aan het werk gezet. Nee, grapje. Ik doe wel even mijn pakketje unboxen. Doe maar. Oké. Want ik had dus van de week. Volgens mij zat het in deze week vlog dat ik Noorderjas aan had. En dan zie ik iets en dan wil ik het ook gelijk hebben. Het is wel een kinderjas, dus ik hoop dat ik hem pas. Emilie had hem ook aan vandaag. Ik heb mezelf ook gelijk aan. Gastig. Oké, okay. Oh, hij is heel groot. Kinderjas, prima. Heel leuk deze jas. Maar anders is hij veel te oversized. Dan, leuk, die zakken. Ik ga hem even aandoen voor jullie. Helemaal mooi. Mag ik zien? Leuk. Heel leuk. Heel leuk. Niet te klein? Kan die dicht? Ja. De huisvrouwen zijn weer bezig. Oké, we hebben ui. Sorry. Is dat niet lekker? Er zat al heel veel boter in, hè? Niet genoeg. Alle boter is naar de ui. Bon appetit! Ga je titi eten? Het is vandaag vrijdag. En ik heb nu online les, dus daar ben ik nu mee bezig. Ik heb al ontbeten, het is nu ongeveer 10:30. En vandaag heb ik dus online les en ik ga straks naar Voske toe. En voor de rest niet heel veel bijzonder. Er ligt nog steeds sneeuw. Het is op ons balkonnetje. Dus ik ga nu even de les volgen en dan daarna even wat eten. Ik moet nog mijn mascara boven mijn ogen weghalen. Oké, ik ben nog bezig met de les. Ik heb straks een les over contact met ouders. Wat me heel interessant lijkt. Ik moet ook nog even de roomtour opnemen. De house tour bedoel ik. Die staat denk ik voor jullie al online. De vlogs worden echt heel erg goed bekeken. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Ik ga zo meteen even middag eten. En dat. Ik ga denk ik straks ook even online bestellen. Want mijn salaris is er. Ook heb ik echt niks nodig. Maar ja. Ik ga toch eventjes kijken. Oké, okay, nou deze meiden hebben even geschaatst. En er zijn pakketjes binnengekomen die nu even opengemaakt worden in de vlog. Dien heeft een pakketje besteld bij About You. Of niet? Heb je daar, bestel je daar vaker? Ja? Zwarte skinny jeans? Nee, het is niet zwart.
Oh. Gewassen zwart. Nee. Zijn deze broeken fijn? Heb je maat 34? Is het maat 34? Ja. Nee, dat is de lengte. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat maat 34 had ik dan nog maar. Met mijn 36. Ik heb ook lengte maat 4. Lien doet de opleiding op de Haagse Hogeschool. Facility management. Ja, dat. En ze heeft een cadeautje gekregen van school, dat ga ik mee. Maar ik ga dan morgenochtend weg. Ik neem al mijn termen over. Beste FM-student. In deze bijzondere tijd willen we jou graag een hart onder de riem steken. We hopen je snel weer te zien in het klaslokaal. Kijk, een hart onder de riem. Nou, dit is wel echt lekker. Leuk. Dit is wel echt leuk van school. Daar betaal je dus die 2000 euro voor. Dan geef je weer een vlog. Ja. Er komt straks ook een vlog online, een weekvlog. Oh, nee. De eerste weekvlog in mijn huis. Ga je zeggen dat je nu mijn privéles geeft? Nee. Nee, ik zei gewoon dat ik met jou was. Ja, oké. Okay. En straks dat we misschien naar de Mackie gaan. Ja, ja, ja. Ik ga vanavond friet eten, kan niet. Nee, maar we kunnen toch gewoon ook alleen kipnuggets nemen. Ik wil eigenlijk ook geen friet. Ik heb gisteren ook al friet gegeten. En mijn wimpers weg. Dus Vos en ik gaan nu even aan school. Boop. Heel goed bezig. Ja, ja, Janet is zo lief dat ze... Wacht, mag ik het zeggen? Janet is zo lief dat ze me komt helpen met mijn tentamen. Oh, dat mag ik niet zeggen. Trouwens. Boeien, niemand gaat dat kijken. We hadden net dus een online les over contact met ouders. En toen zei die vrouw zo van... Ja, je moet echt kijken wat er gebeurt als je jezelf googelt. En ik ging mezelf googelen. Ik dacht echt... Cool. Maar ik heb geen rare video's natuurlijk. Nee. Maar, gewoon... maar ze zien wel echt hoe jij bent. Ja, je weet gewoon letterlijk alles als ouder. Ja, en van mij zien ze dan gewoon foto's. En ja, vlogs, maar ik denk, nee. Nee, ja, dus dat was wel een beetje... Maar ja, dat is ook weer niet erg, want tegenwoordig zijn er ook gewoon heel veel juffen die vloggen. Ja, ja, want dat vroeg ik. Oké, Vos en ik hebben de toets gemaakt. Ja. En het ging heel goed. Oké, wat ga je nemen dan? Ga je echt friet nemen en nee, zo? Nee, ik ga kipnuggets nemen. Hoeveel? Waarom deed ik mijn knipper aan? 9. Oké, alles jij? We hebben nog niet eens één keer besteld met ons huis. Nee, want nee. Wat eet jij dan in de avonden? Ja, ook heel gezond. Maar wat eet je dan? Want dan moet je dus in je eentje gaan koken of zo. Nee, wij koken met z'n allen. Oh, en dan eet je gewoon allemaal op een eigen moment. Nu nee, wij koken met z'n allen gewoon en we eten ook samen. Oh, ik dacht dat jij nooit samen at. Ja, juist wel. Wij eten altijd samen. Ik heb toch ook heel kleine Ronnie Flex, we komen samen uit de grond. Wat we doen, dat is het einde. Andele, andele, mama, iade, ik ben weer thuis. Ik ga het even laten zien. Ga jij dit nemen? Ja, ik wil straks even op tafel. Wat zie ik eruit? Ik heb elke keer heel erg jeuk aan mijn hoofd. Eet smakelijk, family. Oké, ik ben dus weer thuis. Bij mijn ouders thuis bedoel ik. En ik heb net lekker gegeten, ik zie er echt niet uit. En er is een pakketje. En ik had dus bij Look Fantastic had ik besteld. In begin december of zo. En het is nu pas binnen en het is nu vrijdag 12 februari. En het zou 1 januari komen. Ik heb hier echt zo lang op gewacht en ik weet niet waar het aan lag. Dat meisje met die mooie haren, heet ze Lily of zo. En ik had die shampoo had ik al een tijdje, al een maand of zo. 2 maanden al. En toen wilde ik ook nog die andere producten bestellen. Dus die heb ik ook maar besteld. En ik had ook nog dit geprobeerd. Dus een crème voor de hele droge huid. En dat is wat ik op dit moment heb. Hallo, het is vandaag zaterdag. Het is vandaag zaterdag en ik heb vanochtend gewerkt. En ik heb net Floor en Vos opgehaald. En ze gaan nu voor het eerst mijn huis bekijken.
heel veel zin in. Dus ik moest vanochtend werken, maar ik heb me nu net snel even klaargemaakt. Ik moet nog wel even iets aan mijn haar doen. Het is wel een beetje glad. En er staan twee scooters. Keihard. Wat ben je echt gekomen? Ja. Ja, vind je het gek in zo'n slaapzak? Ja, dit is wel heel awkward. Moet ik zeggen, we hebben een cadeautje voor Jolette. Ja, dat is niet. Oké. Ik ben jarig. Oké. Ja, nu voel ik me echt een beetje... Dat is ons sterkste punt. Als eerst, lekkere geurstokjes. Ja. Dit is wel mijn lievelingsgeur. Ja, ja, dat wisten wij. Okay. Met voor Ed. En ik had ze nog nodig, dus... Fijn. Ja, die komen op mijn kamer. Oh, een kaart eerst. Ja, ja wel een kaart. Ja, schat. Nee, dat maakt niet uit. Dat handschrift. Laat ook even de kaart zien. Er staat een heel schattig huisje op. Sorry. Het ziet er meer uit als posterhuis later. Maar ja. De kaart is ook voor mij. Maar... Ja, we hoopten dat je die kleur leuk vond. Ja, ja, wel, wel grappig ja, toch? Ja, ja, ik dacht heel ook, leuk. Anders brand je het toch op. Dus dan moet het ja, precies. Ja, dan ja, niemand die het merkt. En hier past het ook. Oh, je hebt toch gouden kaarsen. Dus, ja, maar die kaarsen er bijna allemaal op. Maar jij had meer van zilver. Dus het is soort ja, zilvergoudachtig. Ja, ja. Ja, leuk. Maar ik ga ze wel in mijn eigen kamer zetten. Ja, ja? Maar... Ik wilde, ja? We wilden eerst roze, maar toen dachten we dat is niet leuk op je eigen kamer. Nee. Dus toen dacht ik van we doen ja, doe wit. Ik ga dit op mijn eigen kamer doen. Ja, moet je doen. Leuker. Want je had een vaasje, zag ik ook. Zo. Ja, dat. Maar dat is met die van mijn vader gekregen. Oh. Oh, had je een vaas? Zo, maar ik ga dan gewoon die. Oké, okay, wat hebben we allemaal gehaald? Het is wel echt kapot veel. Ja. Oké. Okay. En dan kunnen we alvast dingen in de koelkast nee, schalen. Nee. Ja. Dus had je al gelijk veel minder. Ja. Ja. Wat is er met deze meid? Zie je dat überhaupt? Lekker aan het scheten, Janet. Zo, zo. Ik word net wakker en ik moet zo werken. Maar de lucht is gewoon paars. Het is zo mooi. De camera komt er niet eens mooi over, maar... Bizar. Het is vandaag zondag en gisteren was ik dus eerst met mijn vriendin en daarna met vriendinnen van Noor. En ik moest vanochtend weer heel vroeg werken. Ik ben volgend weekend gelukkig vrij, dus dat scheelt. En ik ben nu thuis en ik moet echt gaan beginnen met schoonmaken. Want we hebben dus elke week een schoonmaakding en dat moet ik van mij nog allemaal doen. Dus dat ga ik nu doen. Er is nu ook niemand thuis. Dus dat scheelt. Dus ik ga de woonkamer schoonmaken. Niet zoveel zin in, maar het moet echt gebeuren. Nou ja. Het is niet een hele erge troep. Kijk, ik heb gestofzuigd. Ik ben helemaal kapot. Oh, dit is echt niet normaal. Oké, ik heb alles opgeruimd en schoongemaakt. De kleedjes heb ik even daar gelegd. Dit zo. Ik heb de bloemen ook afgesneden die ik gisteren van mijn vriendinnen heb gehad. En alles is weer helemaal clean. Het is zondagavond. Oh, en het is helemaal donker. We hebben alles schoongemaakt in het huis. Ik ga morgen de huistuur opnemen. En Lien heeft net gekookt. Dus we gaan lekker avond eten. Heel veel zin in. Aardappelpuree. Iedere keer, jij filmt alleen iedere keer als een soort van simpel eten. Oh. Normaal eten we niet zo simpel, maar... Lien kookt dus. Sorry? Nee, gewoon. Dit is wel de eerste keer dat ik voor jou weet. Ja, ik wil het zeggen. Jij hebt nog nul. Gadver, ik sta weer in iets nat. Oké, ik heb net met Lien een ijsje gehaald bij de Mac. Maar niks meer gefilmd. En ik ga dus nu mijn vlog bewerken. Dus ik ga hem ook afsluiten. Ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Als je hem leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En zou ik het heel erg leuk vinden dat je abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doeg!